Hallo allemaal, ik ben Otto Oome. VNC Viewer laat je toe je eigen computer of iemand anders zijn computer te besturen op afstand via iPhone of iPad. Van waar dan ook in de wereld kan je de computer overnemen alsof je ervoor zit. Laten we aan de slag gaan. Je gaat naar de website van RealVNC. realvnc.com/download/VNC. Je gaat het programma VNC Connect downloaden. Maar eerst maak je een account aan door rechtsboven hier te klikken Sign in. Je geeft hier een e-mailadres op. Het moet een echt e-mailadres zijn, want er wordt een verificatie gevraagd. En daarna vul je de rest in. Op plaatsen heb je dan een account. Gebruik ook een sterk paswoord. Nu gaan we het programma VNC Connect downloaden. We klikken op deze knop. We zeggen bestand opslaan. We gaan het programma uitvoeren. We kiezen de taal Engels. Er zijn nog andere talen als je die liever hebt. Klikken op OK. Next. We accepteren. En we gaan alleen de VNC server installeren. Een VNC printer driver. Dat gaan we doen. Next. 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 Install. Finish. De VNC server is opgestart. En na een aantal vragen krijg je dan zo'n beeld. Dit is mijn computer. De computer die ik op afstand wil bedienen. Zorg er ook voor dat je een paswoord meegeeft voor die computer. Dit paswoord wordt gebruikt als je je inlogt met je iPhone of iPad. Dan vindt je iPhone of iPad deze computer, want die staan op de VNC server. En je wilt daarop connecteren en dan vraagt hij een paswoord. Dit voor de veiligheid, zodat niet iedereen jouw computer kan overnemen. Ik ga RealVNC op mijn iPad installeren. Ik zoek dus op RealVNC. Dit hier. Ik ga downloaden, installeren. Het programma is geïnstalleerd. Ik open het. Je krijgt wat uitleg. We gaan daardoor scrollen. Je moet niet vergeten je VNC server op je computer die je wil overnemen aan te zetten. Anders vindt je iPad of iPhone de computer natuurlijk niet. Get started. We moeten inloggen. Je logt in met de gegevens die je hebt opgegeven bij de aanmaak van je account. Je ziet dat de iPad de computer vindt. Ooit Win10-1 is mijn computer. Klik daarop. En hij vraagt een paswoord om op die computer in te loggen. Ik ga inloggen. En ik zeg onthoud het paswoord. Er wordt een uitleg gegeven hoe je het scherm moet bedienen. Dat lees je maar eens na. En hier zie je dus de layout van mijn computer. Ik heb twee schermen. Dus bedien ik mijn scherm. Ik wil bijvoorbeeld Pineapple openen. Eerst met de muis erop natuurlijk. Het scherm zal openen. En dan ga ik met de muis naar Pineapple Studio. Dubbelklik en Pineapple Studio zal openen. Hier de muis, met de muis erop plaatsen. Ik kan het dus ook terug gaan sluiten. Ik komt weer op het scherm terug. Ik ga dit ook sluiten. Dus ik doe van op een afstand mijn computer bedienen op de iPad. Dit was de installatie van de software van RealVNC. Een VNC server op je computer die je wilt overnemen. En de installatie van de VNC Viewer app op je iPad. Geef me een vette duim omhoog. Abonneer je gratis op mijn kanaal. Help me de 500 abonnees te bereiken. Deel dit filmpje met je vrienden. En laat ook wat commentaar achter onder het filmpje. Dag!